Het voorlezen aan Dreumense, peuters en kleuters staat 10 dagen in de schijnwerpers. Als start van de Nationale Voorleesdagen bezocht wethouder Kees van Aerts woensdag 23 januari basisschool De Hasselbraam in Etten-Leur. Gewapend met het prentenboek Een Huis voor Harry stapte hij de klas van groep 1-2 binnen. Enthousiast reageerden de kleuters op de avonturen van de dikke kater Harry die voor het eerst buiten gaat spelen. Harry is een grote kat, maar het liefste zit hij binnen. Voor de kachel op zijn mat, te snorren en te spinnen. Harry komt het huis niet uit, want buiten waait de wind. Die heel hard door de schoorsteen fluit en die steeds opnieuw begint.